En wij zijn erg ongerust. En zeker de laatste paar dagen na al die meldingen. Zijn we dus druk bezig om de heg te sproeien en nat te houden. Om maar te voorkomen dat die niet de fik in gaat. Want daar moet je toch niet aan denken. En zeker niet met kleine kinderen hier. Die spelen en toch ook in deze tentjes slapen. En dan, dan moet je toch niet aan denken dat er s'nachts de heg in de fik gaat. Want dat was het idee, hè? Dat ze even een nachtje in de tent zouden slapen. Ja, ze zouden in de tent gaan slapen. Dat zou dus gisteren al gebeuren. En dat hebben we niet toegestaan. Ik werd gebeld toen ik lekker uit eten was in een restaurant. Van dat het bij ons nu raak was. Of tenminste bij de buren. En ik woon hier vlak naast. Dus ik was wel bang dat of de auto of de keuken eraan zou gaan. Dus we zijn eigenlijk in een sneltreinvaart deze kant op gekomen. En dan zie je dat het in één keer weer een ravage is. Maar dat hebben we hierachter natuurlijk ook al twee keer gehad. En de schrik zit er in de buurt sowieso wel een beetje in. Ik weet van één buurman in ieder geval, die gaat 's nachts een beetje posten. En die heeft de mazzel dat hij nog vakantie heeft. Maar goed, het is wel onrustig, dat merk je wel in iedereen. Je kunt hier heel makkelijk tussen om in het dorre gedeelte fik te maken. En dat dorre gedeelte, dat brandt het best. Die buitenkant, dat groene gedeelte, dat brandt niet. Het gaat echt om die binnenkant dus. Het is noodzaak om in ieder geval die binnenkant goed nat te houden.